stelt er een vulautomaat bij. Groen. Dan maak je een gat in je regenpijp. De groengroep Prof Burgwijk organiseerde zaterdag 1 mei een kijkdag voor de probeercollectie regentonnen. Dit in het kader van het buurtinitiatief Prof Burgwijk, ieder huis een regenton. Als groengroep wilden we graag het gebruik van regentonnen stimuleren. Dus we dachten van ja, mensen zijn best wel geïnteresseerd al in een regenton, maar durven net die laatste stap niet te zetten. Dus toen hebben we bedacht van ja, hoe kunnen we die drempel lager maken? En hebben we bedacht van nou, dan maken we een soort ontzorgingspakket, waarin we het wat makkelijker maken. Dus we hebben een probeercollectie regentonnen samengesteld. Nou, en die zie je hier staan. Dat zijn allerlei tonnen in verschillende soorten en maten. Dus dan kunnen mensen een ton lenen en die dan op proef eventjes in hun tuin neerzetten om te kijken of het past. En nou, als men dan weet wat voor ton past in de tuin, kunnen ze vervolgens op internet gaan zoeken ja, waar ze die ton dan willen kopen. In welke uitvoering, welke kleur, bij welke leverancier. En zo maak je het net wat makkelijker om te kijken van, is onze tuin of onze stoep wel geschikt voor een regenton? Het is heel belangrijk om water op te vangen, vooral voor de planten. Want, we hebben hele droge en natte periodes gehad. En vooral in de droge periodes zie je dat mensen heel veel drinkwater gebruiken om een tuin te besproeien. Nou, en dan is het natuurlijk veel beter voor je planten sowieso, maar sowieso ook voor de drinkwaterverbruik als je dat uit je regenton haalt. En het water uit een regenton is ook beter voor je planten, omdat er minder kalk in zit. En in de winter hebben de planten natuurlijk geen water nodig. Maar dan schijnt het heel geschikt te zijn om je ramen mee te zemen. Ik sprak vandaag iemand en die zei, ik doe zelfs mijn was in het regenwater. Dan heb ik veel minder wasmiddel nodig. En je kunt van alles doen met regenwater. Het loopt de hele tijd door. En dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En er zitten eigenlijk geen gaten in. Er zijn constant wel een aantal mensen geïnteresseerd om te kijken. Dus dat is hartstikke leuk. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we dit hebben gedaan. Want eigenlijk kwam iedereen bij mij in de achtertuin. Maar dat werd wat druk. Kost ook heel veel tijd. Dus toen hebben we gezegd van nou weet je wat. We zetten alle tonnen een keertje in het gras. En dan kunnen mensen even langskomen. En dan een ton reserveren. Om op een later moment te lenen. Om uit te proberen in de tuin. Ik dacht ook eerst van ja, die moet je misschien de hele regenpijpen doorzagen. Dat is helemaal niet nodig. Je moet een klein gaatje boren. En dan komt er een, wat een flens heet, komt erin. En die verbind je met die ton. Dus dat is eigenlijk een fluitje van een cent. En het lijkt heel goed te werken. Want het is al bij een buur is al geïnstalleerd. En daar werkt het heel goed. Ja, het gaat om honderden liters, zo niet duizenden liters per jaar. Wat je kan opvangen van een relatief klein dak al. Dus dat scheelt al heel veel voor het water wat je tapt voor je planten. En scheelt ook voor de capaciteit van je riool. Dit is eigenlijk een model, heeft iemand voor ons gemaakt om te laten zien hoe het werkt. En je koopt een vulsysteem. En daar zit een boor bij. Die zet je op je boor en dan maak je een gat in de regenpijp. En je maakt een gat in de regenton. En dan, dan duw je als het ware een opvangbakje in je regenpijp. En omdat dat een beetje vaag is en je kan niet zien wat je doet, hebben we hier een voorbeeld gemaakt. Dat mensen even kunnen zien hoe ziet dat er dan uit in de regenpijp. En er komt als het ware een bakje in wat dat water opvangt en naar je regenton geleidt. En het interessante van dit project is dat het een combinatie is van allerlei vaardigheden. Van organisatorische vaardigheden, van kennis van subsidies en ook uiteindelijk ook kennis van klussen. Dus dat is natuurlijk het goede eraan. Ja, hopelijk is het ook een model voor de rest van de stad. Bij woonzorglocatie van Wijkersloot en Oestgeest tikken ze graag een eitje weg. Maar niet zomaar eieren. Die haalt Jacco Groen, teamleider gastvrijheid, bij de ecotuin van DZB. Dus uiteindelijk hebben wij kippen gekocht. En die kippen die worden onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat is gewoon een mooi verhaal. En zo zijn we ook duurzaam bezig naar de maatschappij. Dat vinden we ook belangrijk. En ja, we krijgen daardoor elke week 140 scharreleieren die we gebruiken voor onze gerechten. Maar ook door eitjes te bakken voor de bewoners, heerlijke pannenkoeken, uitsmijters, omeletten. Ja, het zijn hele mooie eieren, verschillende smaken, dubbele dooiers. Dus ja, voor ons is het een win-win situatie. Op deze tuin laten we mensen met een bijstandsuitkering, met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, weer reïntegreren. In de hoop dat we ze naar werk kunnen begeleiden of het hoogst haalbare alternatief. Michael Heemskerk is senior teamleider op de ecotuin. Waarom komen mensen bij jullie terecht, Michael? Dat is heel divers. Dat kan op sociaal vlak zijn, op psychisch vlak.
Soms hebben mensen met verslavingen te kampen, met thuissituaties die niet gezond zijn. Het kan ook een burn-out gehad hebben. Er kan van alles in het leven eigenlijk in een paar stappen misgaan. En dan heb je weer een beetje hulp nodig om weer bovenop te komen. En dat is wat wij hier proberen te bieden. En wat we doen is, we geven mensen een plek waar ze weer veilig onder de mensen kunnen komen. En dan gaan we samen die moestuin onderhouden en de kippen verzorgen en de eitjes rapen en alles wat erbij komt kijken. En tussendoor voeren we coachingsgesprekken met je om te kijken van nou, wat zou je nog kunnen leren? Wat zou je kunnen verbeteren of willen verbeteren? En hoe kunnen we je daar uiteindelijk een matchende baan bij vinden? Het voordeel van zowel met planten als met dieren werken is dat dat gewoon een rustgevend effect vaak op mensen heeft. Het is prettig om te doen. En het levert ook altijd werk op en dat is ook belangrijk. Want als je hier naartoe komt naar de tuin en we staan met z'n allen het laatste grassprietje uit de grond te kijken. Ja, dat voelt ook niet goed. Dus we hebben er ook gewoon werk aan en dat is belangrijk. Want als je hier komt, dan wil je nuttig bezig zijn. Martijn Perquin heeft inmiddels een betaalde baan als chef houtwerkplaats van het circulair warenhuis bij DZB. Maar begon ooit in de ecotuin. Ik ben een tijdje werkloos geweest en ik ben toen bij de ecotuin aan de slag kunnen gaan om weer wat ritme op te pakken. Het was in een periode waar het wat moeilijker ging bij mij, met veel afspraken met hulpverlening en gedoe met scheiding. En ik kon bij Michael weer rustig wat tempo opbouwen, weer gezellig met mensen aan de slag. We begonnen met 2 middagen in de week en dat heb ik uit kunnen bouwen naar 3 hele dagen. Ik vond het leuk omdat het lekker buiten is. Het is fysiek werk, dus je kan je gedachten lekker opzij zetten. En je ziet het resultaat van met de kippen het kippenhok schoonhouden, de eieren rapen. Maar ook met het tuinieren in de tuin, het zaaien, het oogsten, het onkruid wieden. Dus je bent gewoon bezig met iets wat resultaat oplevert. En dat, voor mij was dat heel helend, zeg maar. Wat doen jullie met al die eieren, Michael? Zelf opeten? Zoveel mogelijk, ja, zeker. Want ze zijn erg lekker en gezond, weten we zelf. Maar we verkopen ze ook. We verkopen ze op donderdag aan particulieren. Iedereen is hier welkom op donderdag tussen 9:30 en 4:00 middags om ze te komen kopen. En we hebben een aantal grote afnemers. Wij hebben een eigen catering met DZB. Daar gaan een hoop eieren naartoe. Maar ook Marente bijvoorbeeld. Ja, de kippen die lopen vrij rond. Ze hebben echt een goed leven. En ja, dat proef je. Wij proeven dat terug. Maar ook zeker de bewoners proeven dat terug in een eitje. Hij smaakt lekker. Nagekookt ook heel zelden, maar ik bedoel, gebakken is lekkerder. Dit is een stuk van de onderkant van het bommeluik. En dat bommeluik werd opengetrokken met touwtjes en de katrollen, die zitten er nog in. Burgemeester Fred van Tricht maakte vrijdag een bijzondere fietstocht door Zoeterwoude. Leden van het 4 en 5 mei-comité namen hem mee langs plekken in het dorp die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Bij de gedenksteen in de muur van het gemeentehuis vertelt Jan Buitendijk over zijn opa en naamgenoot die in de eerste dagen van de oorlog omkwam. Op 10 mei 40 waren zij 5 jaar, 3 jaar en 1 jaar. En mijn vader, mijn oom, mijn tante heel klein beetje hebben hun vader dus nooit gekend. En wat het bijzondere bij ons in de familie is dat wij alle drie, het is de 3 gezinnen, hebben een geweldige moeder, vader en vader gehad. Zonder dat ze het rolmodel van een vader hadden. De garnizoenspet van Buitendijk senior kreeg een bijzondere plek in de woonkamer van de familie. Aan het dorpsplein vertelt Jan van Gent over de openbare school die er stond en door de Duitsers werd gevorderd. De schoolplein is heel bekend geworden van 19 maart 1945 voor een razzia. Vooral de rassia die werd gehouden naar de mensen van het verzet. Die waren door verraderswerk waren die verraden. En die werden bij elkaar verzameld op het schoolplein. Maar de grote vissen die waren er niet bij. Bijvoorbeeld Lange Willem uit Westijn, die was het polder ingevlucht. Dokter Kortman die was in zijn schuilplaats, in zijn woonhuis terechtgekomen. Maar er waren wel 30 mensen bij elkaar gebracht. En waarvan 10 naar Leiden werden vervoerd. En tenslotte 3 mensen naar het Oranje Hotel in Scheveningen werden gebracht. Op dorpstraat 6 werd het eerste illegale krantje in 1944 gedrukt. Heel simpel op een soort stencilapparaat met een zeefje. Niet met een stencilmachine of zo, maar gewoon met een zeefje. En dat was dan pakweg 100 vel, konden ze drukken. Moest drogen
En die moesten weer weggebracht worden door koeriersters. Een van de koeriersters was Ma Jongmoed van der Uit. Die was kraanverzorgster en die werd aangehouden bij de Lauwenbrug. Ze moesten fietsen inleveren, maar in haar tas zaten illegale krantjes. Op een bepaald moment werden die Duitsers afgeleid. En toen was ze zo moedig om de fiets te pakken als een gek. Het donker naar de vrouw weg te fietsen. In de eerste beste ruimte waar ze kon wachten, dook ze onder om op adem te komen. Ja. Maar ze had het gered. Ja. Verderop in de Geerpolder stortte op 22 februari 1945 een bommenwerper neer. Jack Luiten vertelt over het ongeluk. Een toestel uit Engeland, een Liberator, die was op een missie naar Duitsland geweest, is onderweg aangeschoten. Wilde nog terugvliegen naar bevrijd gebied in Antwerpen, haalde dat niet. Is toen hier aan het rondcirkel geweest en kwam van die kant, van de kant van Zoetermeer, kwam die naar beneden. Heeft op de plek waar deze oude boerderij stond nog een paar bomen geraakt, eigenlijk aan de achterkant van de huidige boerderij. Ja, aan die kant, ja. En stortte toen neer en... Trok een soort landingsplek door het land en kwam toen tot stilstand. Hij kwam al op de dijk, die hier wat hoger ligt, al naar beneden. En hij raakte al de dijk en daar was al één wiel afgebroken. En dat wiel, dat is nog heel lang in de Zuidbuurt bij de fietsmaker, heb dat nog bij de deur gelegen. Die heb nog lang bewaard, maar toen wij eigenlijk gingen zoeken waar het eigenlijk gebleven was, toen zei ze, ja nee, hebben we het ooit toch maar een keer weggedaan. En verder was er ook nog een stuk van het landingsgestel al afgebroken. Vandaar dat hij daardoor heel veel vaart minderde. En toen kwam hij tot stilstand eigenlijk, ja, in de weg schoot met zijn neus over de weg heen daar zo. En het bomluik wat onderaan al een stuk kapot was, daardoor zijn ze eruit gekomen, de 9 mensen die erin zaten. En die gingen zo vlug mogelijk in groepjes van 2 en 1 alleen nog alle kanten in. De eerste die waren dus al op een kilometer hier vandaan richting Zoetermeer door de Duitsers opgepakt. Uiteindelijk zijn er ook een paar bij het verzet terechtgekomen en op een veilige plaats gebracht. En ze hebben het allemaal de oorlog overleefd. Na de crash werd het toestel beschoten. Bij recente opgravingen werden dan ook naast het bommenluik vooral veel kogelhulzen gevonden. Hier staat ook het jaartal aan de onderkant op, 1944, dat die geproduceerd is. Hm. Nou, in het vliegtuig daar zaten natuurlijk ook schutters en die hadden ook veel munitie bij zich. En toen ze hier neergestort waren, hebben ze natuurlijk alleen maar gemaakt als ze wegkwamen. En daar zijn ook heel veel hulzen van gevonden, maar die zijn van een ander formaat. Aan de Weipoortseweg ligt de Schuilhoeve. De boerderij kreeg deze naam nadat de Zoeterwoudse burgemeester Smeets er in 1945 ondergedoken zat. Smeets liet het bevolkingsregister van Zoeterwoude verdwijnen en moest vluchten voor de bezetters. Iedere man van pakweg 17 tot en met 40 jaar moest naar Duitsland toe om in de oorlogsindustrie te gaan werken. Om die reden hadden ze ineens, het persoonsregister was verdwenen. Hoe ging dat eigenlijk te werk? Meneer Sieverding, dat was een van de ambtenaren, en de politieagent Klaas van der Vliet, die hebben het opgepakt, naar de deur gebracht. Daar stonden mensen van het verzet en die hebben het toen eventueel naar een plek in Zoeterwoude gebracht. En ik heb een vermoeden dat het in de kerktoren van de dorpskerk was, dat het daar terecht is gekomen. De andere dag moest dezelfde politieagent gaan onderzoeken hoe dat verdwenen was. Nou ja, dat is heel hysterisch. Maar dat was eigenlijk de reden dat burgemeester Smeets hier terecht is gekomen. Vlak voor het eind van de oorlog werd de schuilplaats van de burgemeester verraden. Smeets werd getipt en vluchtte precies op tijd weg. Tijdens de razzia van 19 maart is burgemeester Smeets door de polder naar Gelderswaarde gelopen en bij de familie Straathof in Gelderswaarde terechtgekomen. Dus hij was op het moment was hij tijdens de razzia hier niet meer aanwezig. Dus dat is heel apart. Nou, 10 mei, toen is burgemeester Detmers, of Smeets, is weer in ere hersteld. En in de kerk in de Zuidbuurt is hij toen weer burgemeester geworden. En de andere burgemeester, Garthof, dat was een zogenaamde foute burgemeester. Tussen 2 haakjes, viel allemaal wel mee. Het was niet echt de NSB'er, maar hij is wel gestraft eigenlijk. En toen is eigenlijk Zoeterwoude weer gaan groeien en weer naar de bevrijding losgekomen.
De bunker heeft een hele kleine toegang. Je moet je dan voorstellen dat er bankjes in zaten, eigenlijk net zoals nu. En je kon dus aan beide kanten kon je zitten, houten bankjes. En vervolgens wachtte je de aanval af. Jarenlang is deze privé-schuilplaats aan de Rijnsburgerweg onopgemerkt gebleven voor historici. Wij waren hier bezig met het huis en wij liepen de tuin in. En toen kwamen we dit tegen. De eigenaar kende het wel, maar wist niet wat het was. Wij ook niet. We hebben gekeken naar een raar ding. Het bestaat uit een aantal betonnen ringen, een ijzeren deur ervoor. En toen bleek dat hij gebouwd is door de Leidse betonfabriek Wernink. Wernink maakte al rioleringsbuizen en paste dat aan voor de oorlogssituatie. En dat is eigenlijk gewoon een uniek product. En is die ook gebruikt, deze? Vermoedelijk wel, want Leiden is natuurlijk ook gebombardeerd, bijvoorbeeld bij het station. Dit is daar niet al te ver vandaan en mogelijk is Warderhaas en zijn familie heeft hier geschuild. Dat is wel aannemelijk. Hij zat hier relatief veilig, want hij is van gewapend beton. Dus je hebt beton en ijzer samen en die maken het behoorlijk sterk. En een ronde vorm natuurlijk ook al. Moeten we hier zuinig op zijn? Ja, we moeten hier echt zuinig op zijn. Het is uniek voor Leiden, mogelijk in Nederland. We weten helemaal niet hoeveel van dit soort dingen er nog zijn. Er is nooit de inventarisatie gedaan. Dit moeten we echt zuinig op zijn. Die is vriendelijk voor iedereen. Nu is ze even weggelopen, maar voor normaal is ze altijd, loopt ze altijd overal over het terrein heen. Kat Vullus werd 20 jaar geleden gevonden bij het afval. Leidse vuilnismannen namen haar mee en sindsdien woont ze in haar eigen keet op het terrein van stedelijk beheer. Ruud van Tongeren is zelf benoemd hoofdverzorger van Vullus. Hij let erop dat de kat niets tekort komt. Als er wat is met de kat, dan neemt de kat mee. En dan gaan we naar een afspraak maken voor de dierarts. Ja, laatste keer hebben ze waarschijnlijk over de hek geklommen en lag ze helemaal open. Toen heeft ze meegenomen en naar de dierarts. En toen ik en mijn vrouw hebben wezen verzorgen. 10 dagen. Ook over de oude dag van de ruim 20 jaar oude kat heeft Ruud nagedacht. Nou, als ze heel slecht gaat worden, dan hebben we nagedacht om ze mee naar huis te nemen. Na haar overlijden blijft Vullus bij de vuilnismannen. Dan wordt het dan gaan we het wel laten cremeren en hier uitschooien. Ja, het is wel echt een eer. Het is ook leuk om met Cato te doen. Zusjes Anna en Cato werden gevraagd om Scouting Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Vorig jaar hebben we ons opgegeven, want ieder jaar gaat er per provincie gaan er rond 70 scouts naar de Dam om de krans aan te reiken. Maar vanwege corona kon dat niet doorgaan, maar vorig jaar hadden we ons wel opgegeven. En dit jaar hebben ze waarschijnlijk de lijsten bijgepakt, wie zit er bij elkaar in het huis houden. En toen zijn wij uit nummer 1 gekomen en toen zijn we gevraagd. We moesten om 3 uur op de Dam zelf zijn en daarna zijn we gewoon gaan oefenen tot ongeveer 6 uur. Er waren allemaal stapjes, want we moesten het een beetje synchroon doen en tegelijk en op een goede volgorde en niet draaien en al dat gedoe. Dus we moesten heel veel de stapjes oefenen. Nou, de kransen waren wel wat lichter dan we hadden verwacht. Wel doorweekt. Ja, ze waren wel heel nat, maar ze waren wel minder zwaar dan ik had verwacht. Het monument was ook minder groot dan ik had gedacht eigenlijk. En we moesten ook minder lang wachten bij het filmpje zelf. Ik dacht zelf dat die langer zouden zijn. Dat we langer met de krans moesten staan. Maar dat ging best wel snel eigenlijk. Ja, eigenlijk vond ik het niet spannend. Ik had het spannender verwacht. Maar eigenlijk omdat alles... We hadden zoveel geoefend dat je na een tijdje ook gewoon... Zoals je zegt, je kan het dromen. Dus je wist echt gewoon... En als dit nou gebeurt, wist je ook direct wat je anders moest doen. We hadden één moment waarvan we een beetje dachten van help. Want we moesten dus 1 seconde nadat de muziek was begonnen, moesten we de krans ophangen. En bij de allerlaatste krans liepen wij die bocht om en toen begon de muziek opeens. En wij waren zo van, help. Dus toen zijn we het gewoon gelijk doorgaan en opgehangen. Maar toen hadden we wel een beetje van, wat moeten we doen? Moeten we wachten tot de muziek klaar is? Moeten we blijven staan? Wat is het plan hier? Maar het is goed gegaan. We hebben gewoon zo snel mogelijk opgehangen. De zussen zijn al 8 jaar lid van de Franciscusgroep. Ik zit nu bij de Explorers, dus dan zijn we 's avonds en dan moet je je eigen opkomst maken. En nu doen we vooral buitenopkomsten, want we mogen niet binnen door corona. Maar we doen ook, normaal doen we ook binnenopkomsten en gewoon spellen en dat gedoe. Nou, ik zit ook al 8 jaar op scouting, sinds mijn 6e. En ik zit bij de scouts, dat is 1 groep onder die van mijn zus. En wij doen eigenlijk ook nu met corona veel buitenactiviteiten, maar bij ons plannen de stafleden het allemaal nog. Hoe de herdenking er volgend jaar uitziet, weet niemand, maar het zal zonder Anna en Cato zijn.
Volgend jaar is weer een andere provincie aan de beurt. Dus dan weet ik eigenlijk niet welke. Maar dan gaan wij niet, denk ik. Wij hebben het niet koud, toch? Nee. Het is gewoon je kleedje erop, je went eraan. Nee, het is niet koud. Als je op zo'n dag als vandaag, dat het zo bewolkt, zonnig, dan blijf je toch heel snel binnen. En hier ben je de hele dag buiten. En als je dan buiten bent, denk je eigenlijk, nou, het is eigenlijk best wel lekker. Moeder en dochter zijn niet de enige gekken. Helemaal goed. Nou, dan zie ik u binnenkort. Oké, dank u wel. Dag. Er komt hier jonge gezinnen met kinderen. Tot aan 80-plussers die lekker rustig even met de caravan een paar dagen komen staan. Wat merk je van coronatijd? 1,50 meter buiten is prima. En binnen doen we nu ook mondkapje bij het sanitair en op de receptie. Voor de rest, ja, als iedereen een beetje met elkaar respect heeft voor elkaar, dan loopt dat helemaal goed. Merken we er weinig meer van. Voor Elise is kamperen in coronatijd juist extra fijn. Als je zoveel binnen zit, wat je moet in coronatijd voor je werk en dergelijke. Je fietst niet eens meer naar je werk toe. Dan is het heerlijk om buiten te zijn. De straten om je huis, die heb je na een tijdje zo uitgespeeld. Dat je denkt, ja, ik weet echt, elk plantje, elk dingetje en zeker in een stad verandert er denk ik gewoon minder snel iets. En als je dan buiten bent in de natuur, dan zie je toch veel meer van de verandering in bloemen, beestjes, dingen. Er kwamen hier net twee eenden voorbij waggelen. Ja, heerlijk. Ja. Het is heel basaal. Dat is ook, dat geeft je de rust. Daarom slaap ik graag in een tent. Je slaapt op de grond, je hebt niet meer bij je dan nodig is. Je hoeft je dus ook niet meer zorgen te maken. Op mijn school hing vroeger altijd al een soort weekspreuk. Alles wat je hebt, houd je bezet of bezeten. En dat is kamperen voor mij ook wel een beetje. Je neemt alleen maar mee wat je nodig hebt. Tegenwoordig wat luxer met een klein caravannetje met verwarming en een koelkastje. Maar dat is niet eens echt nodig. Aan hen zal het dus niet liggen, maar wordt er verder nog een beetje geboekt? In boekingen merk ik dat mensen het een beetje uitstellen naar juli, augustus toe. Omdat ze toch hopen dat er misschien nog wel een buitenlands reisje in zit. Aan de andere kant, als dat zo is, dan komen de buitenlanders ook weer hier naartoe. En voorgaande jaren was over de hele wereld waren ze hier naar Leiden gekomen. Dus dat zal wel weer goed komen dan. Ik heb het geschreven voor mijn broer Pierre. Ik heb het geschreven. In eerste instantie schreef ik het voor zijn verjaardag. Maar het is veel verder gekomen uiteindelijk. En nu in samenwerking met het Oogfonds is het uitgegeven. En gaan we er geld mee inzamelen om mijn oogziekte te stoppen. Die ziekte die heet Stargardt. Omdat die door meneer Stargardt is ontdekt. En daardoor heb ik in het midden van mijn blikveld, heb ik een wazige plek zitten. Ik ben niet zelf meteen met het Oogfonds in contact gekomen. Dat komt door mijn tante. Wacht. Ja, hi. Hallo. Die doet dus ook wel wat werk voor het goede doel, ja, af en toe. En ik was dus eerder ook al aan het schrijven. En toen begon het ook een beetje, het balletje begon te rollen van, kan het boek misschien worden uitgegeven? En dat de opbrengst daarvan dan naar onderzoek, naar Stargardt gaat. Ja. En dat is gelukt. Zoals je op de voorkant al ziet, er staan honden op. Dus het boekje gaat over honden. De hoofdrol, dat zijn twee hondjes. Die krijgen dan van hun baasje, die krijgen dan een bot. Maar dat wordt dan gestolen en dan gaan ze daar weer achteraan. Maar steeds raakt het dan in andere handen en dan proberen ze dat bot te pakken te krijgen. En de rest, daar moeten we het boek voor lezen natuurlijk. Dat is niet meer spannend. Nee, hoeveel boekjes zijn er uitgegeven? 100 volgens mij. Ja. En er worden nog meer gedrukt volgens mij, toch? Nou, dat weten we nog niet. We hebben er nu 100 gedrukt. En we hebben vorige week woensdag hebben we de release gehad, zeg maar. Ja. Ronald Giphart heeft het hem officieel overhandigd. Hij heeft ook op de achterkant iets geschreven. Dat was wel gaaf, hè? Leuke man ook. En we
we mogen ze niet aan twee verschillende prijzen verkopen. Dus je krijgt een boekje bij een donatie. En bij een donatie van 35 euro krijg je gewoon het boekje. Bij een donatie van 50 euro krijg je het boekje. En dan schrijft Corné er iets leuks in. En meneer Gippard zet er ook een kriebel onder. Dus dat is een beetje het idee. Ja. En ja, het heeft best wel een vliegende start gemaakt. Ja, ja, het, want, het gaat we hebben wel al meer dan de helft van de boekjes verkocht. Maar goed, we kunnen er altijd veel meer verkopen. Ja. Ja, zeker. En nu? Want een schrijver schrijft bijna nooit maar één boekje. Ja, ja, ja. Ik ben bezig met ook wat een andere boekenserie inmiddels al. Die boeken zijn nog niet gedrukt en uitgebracht of zo. Maar ik heb ze al wel geschreven. Het eerste boek van die serie, dat wordt op dit moment nagekeken door iemand. En als dat klaar is, dan hoop ik dat ik daar ook wat mee kan. Dat ook uitgebracht kan worden. Ja, het gaat over... Het gaat over dinosaurussen. Ja. Klinkt ook weer heel interessant. Wat vindt je broertje eigenlijk ervan tot slot? Want het is toch speciaal voor hem begonnen. Ja, dit boekje... nou ja, dat heeft hij in één dag uitgelezen. En tussendoor hoorde ik hem ook wel lachen. Dus hij vond het echt heel leuk. Ja, nou ja, hij vindt het altijd heel grappig als er dingen verkeerd gaan. En nou ja, dat gebeurt volop in het boekje. Dus, als er nou mensen zitten te kijken en die denken dat boekje wil ik ook. Dan kunnen ze op de website van het Oogfonds hem bestellen. Ja, als je naar oogfonds.stopstargards.nl gaat. Ja, dan kan je... .nl/stopstargards. Oh, ja, sorry. Maar als je daar dan naartoe gaat, dan kan je... Dan kom je gelijk bij die actie. Maar als je gewoon oogfonds intikt, dan dan op de homepage komt, dan staat het gewoon bovenaan. Dus het is niet zo moeilijk om daarbij te komen.